Ik ben Thijs Brinkhuis en ik studeer werktuigbouwkunde bij Saxion. Wij hebben vandaag een demo-kit hier staan en daarmee kunnen we een smart grid, dat is een zelfgeregeld energiesysteem, uitbeelden zodat mensen kunnen zien hoe zo'n systeem zou werken. En hoe draag je bij aan een slimmere wereld? Nou, doordat het energiesysteem zichzelf regelt, is het mogelijk om eigenlijk meer energie te gebruiken. Niet alle energie die momenteel wordt opgewekt op een groene manier, die is te gebruiken omdat er gewoon soms een overschot is en soms een tekort. Het is belangrijk omdat alleen met het opwekken van groene energie het niet mogelijk is om eigenlijk over te gaan op compleet duurzame energiebronnen. Het systeem is nodig omdat een fabriek bijvoorbeeld produceert terwijl er geen zonne-energie wordt opgewekt. En dit systeem regelt dus eigenlijk dat de productie gelijk is aan het opwekken van zonne-energie. Ik vond het een uitdagend project, vooral hoe we het konden visualiseren dat eigenlijk voor iedereen een duidelijk systeem is. Het was een mooie uitdaging en om dan uiteindelijk met een echte functionerend prototype hier te kunnen staan, vond ik een leuke uitdaging.